Het hoogtepunt van de introweek van de Technische Universiteit Eindhoven is toch wel de Kantus. In een tent op het TU-terrein vloeide vrijdagmiddag het bier door de gieters. En de toekomstige ingenieurs en ministers bralden lustig mee op de meezingers. En ja, het bleef niet alleen bij bier drinken. Maar als je gooit, dan word je eruit gezet. Voor even dan. Zo zijn de regels. Je weet ook dat je niet met bier mag gooien. Het was maar zo'n laagje. En ik schoot uit. Je kan hem hebben hoor. Hallo, ja, ik kan hem hebben. Dat is een aardig jongeman. Maar hij ziet er niet uit. Hij ziet er niet uit. Nee, vind je? Met zijn jasje en een korte broek. Ja, hij is wel gewoon stoer met zijn jasje. Dus. Er is ook stoer om veel bier te drinken. Alleen is dat in deze tijd van komen drinken wel iets dat de TU moet promoten? De overheid is altijd bezig met campagnes tegen drankmisbruik. Ja. Hoe moet je dit plaatsen? Nou, je ziet dat hier meer drank niet gebruikt wordt dan werkelijk gebruikt wordt. Dus dit is een goed voorbeeld van hoe je ermee moet worden omgegaan. Er wordt hier minder gedronken dan er geschonken wordt. Gezellig, hè? Ah, het is echt nat daar binnen. Ik doe hartstikke vies. Ja, dat mag toch helemaal niet? Nee, dat doet iedereen wel. Waarom doe je het dan? Ik doe het niet. Maar vind je het wat? Nee. We gingen ook nog even op onderzoek uit. Want wie weet is een van deze studenten wel een echte idol of popstar. Bercafé aan de haven. Zuiden en tevreden. Dat zie je in de symfonie. En je weet hoeveel ik van je hou. Heel lang. Ja, dat wordt helemaal niks. Gaan we lekker bier drinken. Ja, nee, ik moet nuchter blijven.